Ik vind het prima zo. Jij vindt het helemaal niet prima zo. Je hebt er maanden over gedaan om Edwin te krijgen. Je hebt er zelfs voor in het ziekenhuis gelegen omdat je je niet liet wegsturen door Anton. En nu geef je het zomaar op? Ik geef niks op. Dat heeft Edwin gedaan. En ik heb er genoeg energie in gestoken en ik ben er klaar mee. Dus je geeft het op? Nou, wil jij mijn lieve zusje even uitleggen wat het verschil is tussen het opgeven en er klaar mee zijn? Ik ga niet, net als jij met Dex, mezelf wekenlang voor de gek houden en denken dat er nog iets is, terwijl dat niet zo is. Dat lag wel even. En nu houden we erover op. Capiche? Ja, en nu wil ik gaan darten. Nou, kom maar gaan darten. Ik kijk nog even of er een dartbord vrij is. Het huisje kunnen we wel afbellen. Dat is helemaal niks. Hoezo niet? Hij doet wel alsof het de mama niets doet, maar hij vindt het vreselijk. En als we straks in dat huisje zitten, dan is hij strontzagrijnig. Ja, maar misschien is het wel goed voor hem om een weekendje weg te gaan. Natuurlijk niet. Hij wil daar zitten met zijn grote liefde. Als hij er niet voor zorgt dat het weer goed komt, dan doen wij dat wel. Wij. Ik ga met Edwin praten en jij gaat met mijn broertje darten. En je vertelt hem hoe leuk het wel niet was toen hij nog een relatie had. Nou, waar wacht je nog op? Nou, praten met Edwin is waarschijnlijk niet verkeerd. Maar ik ga die gozer niet aan ophemelen tegenover Lucas. Prima, doe je ding. Verzin in ieder geval wel even een smoes waarom ik er opeens niet meer. Succes. Liever, dit heeft toch geen enkele zin? Mam, ik mail hem niet, ik sms hem niet, ik bel hem niet. Hij voelt zich vast net zo verschrikkelijk als jij. Ik voel me helemaal niet verschrikkelijk. Ik moet nog twee hoofdstukken samenvatten, dus zo.